Welkom bij deze eerste video van metingen. In deze video behandelen we tijdelijke metingen. Tijdelijke metingen vind je in de toolbox bij de centimeter. Wanneer ik daarop klik, opent zich het submenu metingen. Deze metingen komen straks ook weer terug in het tweede deel permanente metingen. De eerste categorie die we zien zijn het meten van lijnen of lijnstukken. De tweede categorie is het meten van afstanden. De derde categorie is het meten van bijzondere afstanden. De vierde categorie is het meten van hoeken. Het vijfde ook. De zesde categorie is het meten van x-y-coördinaten. En de zevende categorie is het meten van oppervlakten. Tijdelijke metingen worden gemaakt tijdens de modelontwikkelingsfase. Even opmeten van een armschat of even vergelijken van een naad. Natuurlijk houdt grafisch alle lengtes bij, maar je wilt natuurlijk ook het een en ander even nameten, want op het scherm kun je toch niet de totale lengtes zien. We gaan de verschillende metingen uitproberen. We beginnen met het meten van een enkel lijnstuk. Klik links om de functie te activeren. Klik eenmaal links op het lijnstuk dat je wilt meten. Klik rechts om de meting af te klikken. En met de linkermuisknop ingedrukt kun je de meting oppakken en eventueel op een andere plaats neerleggen. De tweede functie is het meten van meerdere lijnstukken. Klik links om de functie te activeren. We pakken de bovenwijte lijn. Klikken 1 keer links, 2 keer links, 3 keer links en 4 keer links. Vervolgens met de rechtermuisknop om de functie af te klikken. En ook hier kan ik hem weer oppakken en ergens anders neerleggen. De derde meting is het meten van een omtrek. Klik links om de functie te activeren. Klik eenmaal links op een omtreklijn. Klik rechts om de meting af te klikken en de meting staat genoteerd. De volgende categorie is het meten van afstanden. We beginnen met het meten van een afstand naar twee willekeurige punten. Klik links om de functie te activeren en klik vervolgens twee willekeurige punten aan, bijvoorbeeld bij het armschat, om zo de armschathoogte te bepalen. De volgende afstand die we gaan meten is een horizontale afstand. Klik links om de functie te activeren. Klik vervolgens twee punten die horizontaal gemeten moeten worden. In dit geval de halswijdte, de halve halswijdte om precies te zijn. En deze halswijdte kunnen we meteen het totaal van berekenen door onderin het menu de functie maal 2 aan te zetten. Tussen de twee haakjes zie je dat de meting maal 2 is gedaan. Na het meten van de horizontale afstand gaan we verder met het meten van een verticale afstand. Klik eenmaal links om de functie te activeren en we meten nu het hoogste schouderpunt van de hals tot aan de zoom. Nu zien we dat we de dubbele meting nog hebben aanstaan. Ga dus terug naar het menu, klik tweemaal uit en de meting staat in normale waarde weergegeven. De volgende categorie is de categorie bijzondere afstanden. We beginnen daarmee met afstand op een lijn. We klikken met links de functie aan. Vervolgens klikken we op het lijnstuk waarop we een afstand willen meten. En daarna geven we het beginpunt en het eindpunt van de gewenste meting aan. In dit geval de plaats van de knip in het achterpand. De volgende meting gaan we kijken naar een punt dat haaks op een lijn gemeten wordt. We klikken de functie weer aan met links. We klikken het gewenste punt aan dat we willen meten. In dit geval het schoudertop van het voorpand. En die willen de afstand meten naar de armschatdiameter in een verticale lijn. De volgende meting is een meting van het gemiddelde van de armschathoogte. We beginnen dan bij het okselpunt. Daar willen we naartoe meten en dan willen we haaks tekenen van het schouderpunt achter naar het schouderpunt voor en zo hebben we de armschathoogtelijn. De volgende serie metingen is het meten van hoeken. Hoeken worden weergegeven in graden. We beginnen als eerste het meten van een hoek, klikken daarvoor met links op de functie en klikken vervolgens de twee lijnstukken aan waartussen wij de hoek willen meten. De volgende meting is een meting van een willekeurig hoek op een willekeurig punt ten opzichte van de x-as. Klik het punt aan dat je wil meten en vervolgens nog een keer de richting waarin je de hoek wil meten ten opzichte van de x-as.
De volgende meting gaat over het meten van een hoek tussen twee punten die geen rechte lijn hebben. Bijvoorbeeld het mouwinzetpunt voor, klik eenmaal, mouwinzet achter, klik eenmaal. Er ontstaan twee denkbeeldige lijnen die een hoek vormen en de graden in die hoek worden aangegeven. De volgende is het meten van een xy-coördinaat. Dat kan ik vanaf het centrale nulpunt doen. Zodra ik op het centrale nulpunt klik, verschijnt daar de xy-as en kan ik een meting doen naar ieder xy-punt wat ik wil. Eenmaal afklikken en de meting is gedaan. De eerste is natuurlijk altijd de x-coördinaat en de tweede is het y-coördinaat. In dit geval was hij in de x niet, dat klopt ook, want we zijn recht omhoog gegaan en is de afstand in de y 19,2 centimeter. Ik kan ook een xy-verplaatsing willen weten vanaf een zelfgekozen x-punt. En dan wil ik deze. Dit is een voorbeeld. Maar deze zou je bijvoorbeeld heel erg goed kunnen gebruiken wanneer je het patroon in gradatie hebt staan en dat je even de afstanden, de xy-afstanden, de sprongwaarden, dat je die achterhaalt. Dan gaan we naar bijna de laatste. Dan zeggen we automatisch de oppervlakte berekenen. Dan pak ik nu even het voorpand. Automatische oppervlakte, dus hij pakt de contour zelf. Klik één keer links, klik één keer rechts. En dan heeft hij de oppervlakte berekend van het patroondeel. De volgende die daarnaast zit, is oppervlakte bepalen, maar dan met de contour die ik zelf aangeef. Dus bijvoorbeeld, ik wil deze contour wil ik weten. En ik wil nu in dit geval wil ik de afstand van de bovenste helft weten. Dus dan kan ik zelf een contour bepalen, zodat ik alleen een gedeelte bijvoorbeeld heb. Dit waren de tijdelijke metingen. Hierbij heb ik alle metingen nu ook toegelicht. En voor permanente metingen verwijs ik door naar metingen 2, de volgende video.